In tegenstelling tot de BRT die zijn geld van de overheid krijgt, is VTM een commerciële onderneming die winst moet maken en haar inkomsten put uit reclame op de buis. VTM hoopt op een opbrengst van 2 miljard frank dit jaar. Om dat geld van de adverteerders te kunnen krijgen, neemt VTM zich voor minstens 600.000 kijkers aan zich te binden. Uit opiniepeilingen blijkt dat alvast in de eerste dagen veel mensen naar VTM zullen kijken. Heeft u op uw televisietoestel het testbeeld van VTM al gezien? Ja. En bent u van plan om naar de eerste uitzending van VTM te kijken? Het onderzoeksteam Beuk voert dagelijks telefonische steekproeven uit over VTM. Ook vandaag onderzocht Beuk de aantrekkingskracht van VTM. 62% van de mensen zegt dat ze vandaag naar de eerste uitzending gaan kijken. En wat er daarbij opvalt, is dat vrouwen die in het algemeen minder op de hoogte waren van de komst van VTM, ook zeggen minder naar VTM te zullen kijken. Het tweede punt dat opvalt is dat universitairen en mensen met een hogere opleiding, die dan toch bijna allemaal weten dat VTM vandaag start, de minst grote bereidheid tonen om naar VTM te kijken. En dan een laatste punt dat opvalt is dat in Limburg veel minder dan elders het testbeeld van VTM wordt opgevangen en dat de Limburgers dan ook minder zeggen naar VTM te zullen kijken. Het vreemde is dat hetzelfde geldt voor Vlaams-Brabant. Daar hebben we op dit ogenblik eigenlijk niet echt een verklaring voor. Veel belangrijker is natuurlijk de vraag hoeveel van deze 62% ook trouwe VTM-kijkers zullen worden. VTM zelf zou graag 20% halen. Het zal allicht nog 2 maanden duren voor we weten of dat lukt.